Goedemiddag, welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het een hele eer om hier te zijn. Veel dank aan het Museum Zutphen voor de uitnodiging om hier vandaag te zijn om Koele Wateren te openen. Ik vind het niet alleen een eer, ik vind het ook nog een heel goed idee. Een 8-jarige cyclus voor 5 provinciale musea. Tiana noemt ze al: Hoorn, Haarlingen, Gouda, Bergen op Zoom en hier in Zutphen. In de rijkdommen van een Rijksmuseum mogen delen en daar parels uit hun eigen collectie aan toevoegen. Waarom hebben we dat niet al eerder gedaan? Dat is nou een kenmerk van een goed idee, dat je denkt, waarom deden we dat niet altijd al? Complimenten ook aan de 52 medewerkers van die musea, die nu samenwerken als M5. Ik dacht ook aan de spionnenorganisatie, nu ze Telg. En toch vooral aan Gerard Klein, die deze majeure bruikleen van 38 schilderijen en 1 penning tot stand heeft gebracht. Ik hoop dat Gerard mij na afloop in mijn oor wil fluisteren hoe hij het Rijksmuseum zo ver heeft gekregen. Oké, hij doet het. Dit project heeft, zoals u wel heeft weet, Tiana vertelde het al, de 4 elementen als leidraad gekregen: aarde, lucht, vuur en nu water. Nu is het de beurt aan Koele Wateren. Water, daar ga ik het over hebben en wat het water voor Nederland betekent. Wie ben ik? Tiana zei er al iets over. Journalist, vooral de afgelopen meer dan 30 jaar bij NRC Handelsblad. Ik ben 8 jaar geleden een live talkshow begonnen in Amsterdam, Stadsleven geheten, over stedelijke vraagstukken. En ik ben ook directeur van het John Adams Institute, dat tot missie heeft to bring the best and the brightest of American thinking to the Netherlands. En dat is nu, zoals u begrijpt, heel hard nodig. Ik ga eind van dit seizoen, dit zeg ik nu voor het eerst in het openbaar. Jullie hebben de primeur. Ik heb het nog niet hardop durven zeggen. Ik zeg het nu voor het eerst, mensen, let op. Ik ga met Stadsleven ophouden. Ik ga een podcast maken over water onder de naam Worldwide Water. Het zal gaan over Nederland, maar ook over andere landen in de wereld waar dit allemaal speelt. Dat is er nog lang niet, maar als je over zeg maar een jaar ervan hoort, denk je, hey, ik was erbij toen Tracy dat aankondigde. Relevant hier ook om te vertellen is dat ik lid was van de Tweede Delta-commissie onder leiding van Kees Vierman. Opvallend verschil met de Eerste Delta-commissie, die werd ingesteld na de watersnoodramp van 1953. Deze commissie werd ingesteld voordat er een ramp had plaatsgevonden. Dat is ontzettend Nederlands. Ik was in die commissie natuurlijk totaal misplaatst. Echt een leek tussen de experts. Maar het was wel een enorm leerzame ervaring. En die Delta-commissie, kan ik er afloop zeggen, met trots, heeft de aanzet gegeven tot het Delta-fonds, het Delta-programma en het instellen van een Delta-commissaris. Allemaal uitvindingen waar veel landen in de wereld met jaloezie naar kijken. Dat wij zo lang vooruit denken en investeren in de veiligheid van het land. En de Delta-commissie heeft ook de aanzet gegeven tot zoet en zout, water en de Nederlanders. Van mij een kunsthistorica, Maartje van den Heuvel. Het eerste exemplaar heb ik toen aangeboden aan kroonprins, toen nog Willem-Alexander, die ook de tentoonstelling opende. En ik moet eerlijk zeggen, ik was blij dat jij het zei. Ik heb ook gegniffeld toen ik dacht, de prins gaat water doen. Dacht ik, water doen, wat is dat? Nou, nu hij het niet meer doet, nu vinden we het allemaal heel erg jammer. Ja. En in alle eerlijkheid, dit project heeft mijn leven veranderd. En eigenlijk is het een beetje gek voor iemand die juist uit een extreem droog gebied komt. Ik ben geboren in de Mojave-woestijn, ten oosten van Los Angeles, waar ik daarna ben opgegroeid. Bij ons was het heel vaak zo dat je de wc-kwast doortrok als het echt nodig was. En het gezond besproeien en de auto wassen was net zo vaak niet toegestaan als wel. Zo groot was toen al de waterschaarste in het zuiden van Californië. Ik ben dus van een van de droogste leefgebieden in de wereld naar een van de natste gegaan. En misschien achteraf heeft dat wel bijgedragen aan mijn belangstelling of in ieder geval mijn bewustzijn van dit onderwerp. Ik heb, voordat we bij elkaar kwamen hier, ben ik met curator Lian Jurdissen langs de tentoonstelling gelopen. En wat me opvalt aan die rijk gevulde roze muren is hoe vanzelfsprekend de aanwezigheid van water ooit was. Nederland was heel lang, wat heel mooi wordt genoemd, een amfibisch land. We waren helemaal gewend dat het water kwam en dat het ook weer ging. Het was cyclisch, het was gewoon. Er waren vaarboeren,
heel mooi uit, vind ik dat. Boeren die de koeien steeds op een boot moest laden om ze naar het volgende weiland te brengen. Iedereen had een boot of een bootje. Als je langs de rivieren woonde, dan wist je dat je bij hoog water je spullen naar de hogere verdieping moest brengen. En dat je vooral beneden geen parket moest leggen, maar plavuizen. Het water kon komen en het water kon weer gaan. Daar was Nederland helemaal op ingesteld. Toen was het water echt onderdeel van de Nederlandse identiteit. Dat was pas resilience, hè? Het woord dat we vandaag te pas en te onpas horen, resilience, veerkracht. Iets wat we nu wanhopig proberen terug te krijgen in onze steden en ons landschap. En het is niet eens zo lang geleden. Die vanzelfsprekendheid zie je heel mooi terug in een aantal van de schilderijen in de tentoonstelling. Ik noem een paar. Het zijn maar een paar die ik ga noemen, want ze zijn allemaal het noemen waard. Het strandgezicht van Jacob Esselens. Je ziet hoezeer mensen leefden op het strand. Tentjes, huifkorren met paarden, boten, mensen die op het strand vis kwamen kopen. Of de mooie, onstuimige zeeën van Johannes Schotel en Suzanne Peters. En natuurlijk het heerlijke, zelfverzonnen schaatstafereel van Aart van den Neer. Arme Aart stierf in armoede, maar er hangen wel tientallen werken van hem in de Hermitage en in het Rijksmuseum. Maar dat heeft hij helaas nooit geweten. In Nederland, en dat zien wij ook in die schilderijen, ook de oudste werken, de tentoonstelling is van 1617. Dit is echt een rode draad die van toen naar nu doorloopt. In Nederland, waar dan ook ter wereld, zijn het landschap en de beheersing van het water één geworden. De Amerikaanse schrijver en journalist Russell Shorto, tevens trouwens mijn voorganger als directeur van het John Adams Instituut, schreef in een lezing voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoogwaterbeschermingsprogramma. Veel lettergrepen. Hij schreef over hoe hij zich had verheugd toen hij naar Nederland kwam om de dijken te zien. Maar hij kon ze niet vinden. Uiteindelijk, schrijft hij in het verhaal, kwam ik erachter dat het hele landschap zo is vormgegeven dat je de onderliggende technische aspecten niet eens ziet, tenzij je weet wat je zoekt. Ik heb precies dezelfde ervaring. Het is millimeterwerk hier. En je moet weten waar je naar kijkt. Daarvoor heb ik een heel mooi nieuw begrip geleerd uit het essay van James Kennedy in de catalogus van Koelewater. James, ook Amerikaan trouwens, we zitten hier met drie Amerikanen vandaag, wat is dat? Vreemde ogen dwingen, hè? Of bieden frisse blik, het is maar hoe je het zegt. In dat essay van James Kennedy schrijft hij heel beeldend over ingenieur Johan van Veen. Johan noemde zichzelf dokter Cassandra. Hij heeft de ramp van 53 voorspeld en toen al in de jaren 40 gezegd, de dijken zijn niet goed genoeg, die gaan het begeven, er gaan doden vallen. Hij kreeg helaas verschrikkelijk gelijk. En hij had een mooi begrip, ik lees jullie één citaat voor. Van Veen schreef over Nederland, en je hoort een beetje de Philip Bloemendaal-achtige stem van toen, schoonheid en zorg kenmerken dit land. Het staat nu al bijna aan de top van wat men zou kunnen aanduiden als, en hier komt die, technische beschaving. Een positie die Nederland in de toekomst hoopt te kunnen handhaven. Let op, hoopt te kunnen handhaven. Technische beschaving, ik kom er aan het eind van mijn verhaal nog op terug. Ik wil nu nog iets zeggen over dat begrip identiteit. In de tijd van globalisering, we zitten er middenin, zie de manier waarop het coronavirus als een steekvlam over de wereld gaat, is het verleidelijk te denken dat dat Nederlandse water nog steeds bepalend is voor de Nederlandse identiteit. Het is helder, het geeft hou vast. Dat hele begrip identiteit is heel erg glibberig. Wat is dat dan precies? Wat maakt ons tot wie we zijn? Nou, dat water, dat is iets wat je kunt aanwijzen. Je kan het niet grijpen, maar je kan het wel duiden. Ik heb mezelf ook schuldig gemaakt aan dat koppelen van water aan de Nederlandse identiteit in zoet en zout. Schrijf ik, geen element ligt zo na aan de Nederlandse culturele identiteit als het water. Daar heb ik over nagedacht, ook zeker sinds het boek is uitgekomen en zeker sinds de omstandigheden waaronder we leven hier aan het veranderen zijn. En dan denk ik, het was zeker wel zo dat dat water bepalend was voor fysiek het land waar we leven, maar ook voor wie wij zijn in dat land. Zie in het verleden de aanleg van dijken, de waterschappen en de diepliggende overtuiging, dat is heel anders dan in Amerika, de waterveiligheid een collectieve opgave is.
Niet ieder voor zich. Niet iedereen kan het voor zichzelf oplossen. Dat moeten we samen doen. Daar is Nederland supergoed in. Maar nu zijn de meesten van ons in ons dagelijks leven behoorlijk afgescheiden. Zelfs afgeschermd van het water. Is het water niet vooral een kwestie geworden van beeldvorming van buitenaf? Meer dan identiteit? Staat het niet vooral vier in het rijtje tulpen, kaas en molens? Een soort folklore? Het is goed voor de branding van Nederland in het buitenland, waar we beroemd zijn om ons watermanagement. Bij iedere overstroming in de wereld hoor je Bring in the Dutch. En we verdienen er heel goed aan, miljarden. Maar vertelt het water ons nog steeds wie wij zijn? Is het water het verhaal van Nederland niet alleen van vroeger, maar ook van nu? Ik wil u nog niet bederven, maar ik ben er niet zo zeker van. Hoe komt dat? Hoe komt het dat we het water zijn kwijtgeraakt? Misschien zijn we gewoon te succesvol met het watermanagement. Ik denk dat dat gebeurd is na de ramp van 1953 en het monumentale antwoord daarop, de Deltawerken. De illusie heeft daarmee postgevat dat we het water de baas waren. En dat het daarmee eigenlijk gewoon niet meer relevant was voor ons dagelijks doen en laten. Het is een luxe om zoals in Nederland niet in angst te hoeven leven. Maar we worden er ook lui van, mensen. Het landschap is in steen en asfalt gegoten. En het water is eruit verbannen. Als er dikke plassen op straat staan, wat met het extreme weer van nu steeds vaker gebeurt, dan bellen we de gemeente. Zeggen we, haal de plassen weg. We hebben de verantwoordelijkheid om onze voeten droog te houden uitbesteed. Geoutsourced aan Rijkswaterstaat, aan de gemeente, aan de waterschappen, aan de ingenieurs, aan de experts in het algemeen. Die moeten dat gewoon regelen. In de grondwet staat immers dat de overheid verantwoordelijkheid heeft voor het leefbaar houden van Nederland. Dus het houden van droge voeten. En bovendien, we betalen daar toch belasting voor? Regel het dan. Maar wat er precies geregeld moet worden, daar hebben we eigenlijk geen idee meer van. Die kennis hoeven we ook niet meer te hebben. Veel van die alledaagse wijsheid en vooral die resilience, die flexibiliteit in onze omgang met het water zijn we vergeten, verleerd, verloren. We hebben het weggemoderniseerd. We hebben ons verbeeld dat wij de baas waren over ons landschap, over het water. We hebben de natuur naar onze hand gezet, dachten wij. Het water was de vijand en die moest bestreden worden, of op zijn minst op zijn plaats gewezen. Maar daarmee zijn we onze relatie met onze omgeving kwijtgeraakt. Overheid en waterschappen piepen zich nu suf hoe ze ons als burgers weer betrokken kunnen krijgen bij klimaatbestendig maken van Nederland. Misschien is de rol van water in onze samenleving ongemerkt veranderd. Van identiteitsdrager, wat het zeg maar tot in de oorlog was, naar hindermacht. Met welvaart komt behoudzucht en een inmiddels vals gevoel van veiligheid. Kunnen we nog meebewegen met het water, zoals de Delta-commissie zegt? Kunnen we hierin handelen als een hoop eigenwijze individuen bij elkaar en toch ook tegelijk als collectief? Of zijn we dat ook verleerd? Het antwoord is simpel. We zullen wel moeten. Onder druk van klimaatverandering daagt het besef dat het water veel meer is dan folklore en branding. Het is geen logo voor Nederland zoals klompen en molens. Het is een onafzienbare kracht. En Nederland ligt nog steeds, altijd, in het putje van Noordwest-Europa, waar de zee en de rivieren samenkomen. En in tijden dat de rivieren steeds voller zijn en de zeespiegel steeds hoger, is dat niet altijd een fijne plek. Het is tijd om op te houden met de arrogante houding dat we alle natuurlijke systemen naar onze hand kunnen zetten. We nemen afscheid van de macho oorlogsmentaliteit van het water als de vijand, die we kunnen overwinnen. In de catalogus van Koele Water spreekt Lola, landschapsarchitecte, van minder macho en meer judo. Vond ik heel mooi omschreven. En nu, ik sluit af met een blik naar de toekomst. Koele Water gaat niet alleen terug naar de 17e eeuw, te beginnen zoals ik zei in 1617, maar kijkt gelukkig ook vooruit. Hoe waterig is Nederland over 200 jaar? Nou, als het tegen zit, is Bergen aan Zoom, waar deze tentoonstelling ook naartoe gaat, tegen die tijd Bergen aan Zee geworden.
En de huidige Noord-Hollandse kustplaats Bergen aan Zee is misschien wel Bergen onder zee geworden. We zien zometeen een erg leuk kort filmpje van Lola Landscapes, waarin we zien hoe Harlingen ineens op een superterp ligt. Hoe Gouda inzet op onderwatertoerisme. En surprise, Zutphen aan Zee komt te liggen. In plaats van aan de IJssel. Lola heeft een plan voor Nederland in de verre toekomst gemaakt, plan B. Een nieuwe configuratie bedacht voor een land dat gedwongen wordt, zoals wij ons nu zien, om een nieuwe verhouding met het water uit te vinden. Een nieuwe kustlijn in het oosten. Drijvende satellietstadjes, steden op terpen. Drijvende landbouw in een reusachtige lagune. Misschien gaan we het allemaal meemaken. Voor nu is de vraag, gaan al die vindingrijke ideeën helpen? Nog geen 2 jaar geleden zei weerman Peter Kuipers-Munneke, de vraag is niet of Nederland onder water verdwijnt, maar wanneer. Wij gaan dus met z'n allen hoe dan ook een nieuw tijdperk tegemoet. We zijn nu al getuigen van een nieuwe 21ste eeuws variant op de technische beschaving van Johan van Veen. Een tijdperk waarin het water opnieuw wel bepalend wordt voor de identiteit van Nederland. En zo, vrienden, zo is de cirkel weer rond. Dank jullie wel.